gefeliciteerd met u met de Gouden Griffel. Ja, dankjewel. Hoe bent u op het idee gekomen voor uw boek Naar het Noorden? Ja, nou daar had ik niet zo heel veel fantasie voor nodig, want ik had naar een tv-uitzending gekeken van Andere Tijden. Dat is een geschiedenisprogramma. En het ging over wat die kinderen in mijn boek meemaken. In de hongerwinter is geen eten in de grote steden. En er zijn een hoop kinderen in boten, binnenschepen, over de rivieren, de kanalen, het IJsselmeer over, ondergebracht bij meestal boerengezinnen. En dat maakte zoveel indruk op mij dat ik, ja, ik leefde me helemaal in een van die kinderen. Van, ja, hoe zou het nou zijn dat je zomaar weggehaald wordt bij je vader en moeder? Je komt bij een wildvreemd gezin aan. Kan je daar aanpassen? Ben je daar welkom? Nou, en toen ben ik gewoon gaan schrijven en toen is uiteindelijk dit boek gekomen. En het klopt volgens mij dat uw vrouw de tekeningen heeft gemaakt. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Nou, wij kennen elkaar heel lang. Maar ik heb toen ik haar ontmoette niet eerst gevraagd van zeg, je kan toch wel tekenen, want anders voor jou 10 anderen. Dat was toevallig en een gelukje. Nou, een gelukje. Een groot geluk. Dus de Gouden Griffel is natuurlijk wel gedeeld. We gaan hem delen. We gaan het samen vieren. En, er staan niet heel veel illustraties in, omdat het toch voor wat... Ja, vonden we eigenlijk te veel. Ook niet de kinderen in beeld, want dan... Ja, iedereen die dit boek leest heeft een ander kind in zijn beeld. Bij Jaap, de hoofdpersoon. En als je die dan tekent, ja, dan is dat kind verdwenen. Wat jij in je hoofd als lezer hebt. Dus ze wilde geen kinderen tekenen, maar wel een aantal mooie vignetten. Dat heeft ze heel mooi gedaan. Bij elk deel van het boek, het zijn 4 delen. En bij elk deel heeft ze een prachtige illustratie gemaakt. Weet u al waar de Gouden Griffel komt te staan? Nou, eerst zet ik hem op de schoorsteen. Schoorsteen? Ja, ja, we hebben centrale verwarming, maar het is een oud huis. En er zit geen kachel voor, maar de schoorsteen staat er nog. En daar kan je hem zo mooi opzetten. En als je dan binnenkomt, het bezoek, dus het eerste wat je ziet, is de Gouden Griffel. Dat iedereen kan zien, hé, hij heeft hem echt. Gefeliciteerd. Dankjewel.